daar ben ik weer. En vandaag ben ik lekker een dagje vrij. Dus ik neem de familie mee op een roadtrip. We hebben net al lekker een ontbijtje gehad bij Scuba Lodge. En we zijn nu onderweg naar Playa Puerto Marie. Daar zouden twee varkentjes leven. En die gaan we eventjes bezoeken, denk ik. Even aaien, even knuffelen. Even mee op de foto. Daarna gaan we nog eventjes naar Coral Estate. Naar Karakter of naar Koraal. Een van de twee. Even daar kijken. En de rest van de dag gewoon lekker chillen. Zonnen, zwemmen. En als we dadelijk gaan zwemmen, heb ik nog een leuke verrassing. Voor jullie om te zien dan natuurlijk. Want ja, ik kan jullie niks geven. Maar dat zien jullie dadelijk wel. Zo, hoe ver is die Playa Puerto Marie? Ja, er is maar één weg. Kijk nou, het ziet er niet uit als een weg. Oeh, dit is een weg. Ja, weg. Naar Puerto Marie om de varkentjes te bekijken. Die zouden hier varkentjes op het strand hebben. Maar ja, ik heb heel veel koeien gezien. Geen varkens. Sorry voor iedereen die vandaag op Puerto Marie lag. Maar even serieus hoor. Een badpak doet de mens al goed, weet je wel. Afijn, ik ben zelf ook niet de slangste, dus ik moet niks zeggen. Ja, op die toren heb je een leuke uitzicht. Anyway, zoals je weet, ik ben niet echt heel erg een strandganger. Dus zo een beetje op Playa Puerto Marie liggen. Ja, dat doet me eigenlijk niks. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dus wij gaan door naar Coral Estate. En wij gaan daar gewoon lekker de rest van de dag chillen. Nog een heel klein stukje terugrijden. Dat is echt allemaal in de buurt. Gaat het nog, jongens? Nee, is heet. Ja. Moet ik de berg oplopen ineens, hè? Daarnet was er niks aan de hand. Maar nou, poeh. Toch iets minder roken misschien. Hier is een varkentje. Hier is een roze biggetje. Welkom bij de drie biggetjes. Hier is een lekker biggetje. Nou, dit is dus Karakter. Dat zit dan beneden. Waar je dus lekker kan liggen, eten en de zee in kan springen. En aangezien wij niet zo grote zeemensen zijn, gaan wij lekker boven bij Koraal zitten. Heb je lekker een mooi zwembadje, infinity pool, wat bedjes eromheen. Wat een gewandel vandaag. Helemaal kapot. We gaan even plekjes zoeken, jongens. Infinity pool. Hi, where's Joey? Daar. Hi. Oh ja, je kan echt het weersverschil zien hier. Oh, wacht, gaan we even filmen. Diopenotti, twee kleuren in een potty. Zwart en wit. Ja, maar daar regent het echt, hè? Ja, daar regent het. Zee. En daar is het heerlijk weer. Oké, nou dit is dus de infinity pool. En het is echt diep en er is hier geen randje. Dat randje is een beetje bol, kijk. Dus je kan jezelf ook haast niet echt lekker vasthouden of zo. Nou, ik had het net over die verrassing. Mijn ligt hier, even kijken. Nou, als je mij een beetje op Instagram volgt, had je dit al gezien. Maar ik heb dus een zeemerminnenstaart gekregen voor mijn birthday. Ik ben nog niet jarig, maar whatever. En die gaan we hier eens eventjes uittesten, die staart. Nou ja, uittesten. Ik heb hem natuurlijk al uitgetest. Maar we gaan hier lekker zwemmen. Mijn zusje heeft er ook een, dus we gaan hem even aantrekken. En dan kijken of het hier gaat. Ja, lachen. Super met je zeemerminnenstaart. Super mooi. Water, angel on the beach, ocean's daughter, I found
Ik heb van de zeemermin. Dat verlies ik van de zeemermin. Het is helemaal geen fan aan. Is helemaal geen fin aan? Geen fin aan. Helemaal geen fin aan. Nou, als je dan zo heel dit lekker hebt gezwommen als een zeemermin, dan is het natuurlijk tijd om lekker te chillen. En daarbij een cocktailtje. Moet zeggen, die van vandaag is niet heel erg bobo, maar het is toch een flink glas, dus ik vind het prima. Verder, het zonnetje is ver te zoeken vandaag. Het is echt ontzettend donker, dat is niet normaal. Dus, zelfs mijn moeder wordt er donker. Wat? Nou, we hebben het lekker gezwommen zoals je zag. Ik heb lekker mijn zeemermin in staart uitgeprobeerd hier. En we gaan nog heel eventjes wat eten. Vanavond, of de hele dag, is het een soort van sushi dag hier bij Koraal. We gaan even lekker wat sushi bestellen. En dan gaan we zo meteen nog eventjes naar het verlaten resort. Mensen, niet op mijn haar letten, want het gaat echt, kijk hier. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon gebeurd na eenmaal. Maar kijk eens naar het uitzicht. Dit is toch even prachtig. Sorry? Prachtig allemachtig. Prachtig allemachtig. Wat zei jij, Joe? Ik hoop echt dat er zo'n meeuw tegen je aanvliegt, gewoon bos. Oh, wat ben jij weer lekker gezellig. Ik denk dat we lekker naar het verlaten resort gaan dan maar. Dan gaan we daar even snuffelen. Doei! Nou, dan zijn we weer bij het verlaten resort. Wat zou je zeggen? This place? Ja. This place nee, what? Ik had het helemaal. Gives you the creeps. Ja, ik had de vorige keer natuurlijk al een beetje gefilmd. Laten we vandaag wat meer ervan filmen. Kijken hoe het er echt uitziet. Oeh. Oeh. Eeuw. Oké, ik begin. Hallo. Welkom bij het verlaten resort. Je kunt via de trap omhoog en hier kunt u de rest zien. Hoe kamerdeur, kamersleutels kunt u hier op mijn benen bevinden. Het is €82 per nacht en ja, handdoeken en zo kunt u erbij krijgen. Nou, we zijn ondertussen aangekomen op Jan Tiel. Ik ben een beetje kapot van al het zwemmen, denk ik ook. We hadden dus net bij Koraal wat sushi gegeten als een lunch, maar dat was eigenlijk niet genoeg. We hebben echt wel heel erg trek in sushi. Dus we gaan hier naar Kyoto. Dat zit bij Papagayo, sushi restaurant. En dan gaan we onze sushi verlangens even vervullen. Gaat het? Nee, altijd zweet. Ah, oh, dat brandt in mijn oog. En zweetsnor. Ah. Ga je toch niet filmen, Chrissy? Even serieus. Ja, dat willen je kijkers niet zien. Ja, dat is lachen. Oh.
shitty guy. Dus laatst was mijn camera was zo. De batterij van mijn camera was leeg. We zijn nog lekker sushi gaan eten. Het was ijskoud daar in het restaurant. Ik ga daar hier ergens, ik weet nog niet hoe, een fotootje van plaatsen hoe we erbij zaten. Lekker met een dekentje om ons heen. En ondertussen is het een paar dagen later. Ik moet later vandaag nog eventjes gaan werken. Maar wij hadden besloten om even naar de stad te gaan om chichis te gaan schilderen. En als je nou denkt, wat zijn chichis? Waar heb je het in hemelsnaam over? En ga je serieus schilderen? Dan moet je blijven kijken, want dat ga ik jullie zo allemaal laten zien. En moeders rijdt. Je bent een shitty guide. Nee, een grapje. Nou, we zijn veilig aangekomen in de stad. Moeders heeft goed gereden. Even in de parkeergarage geparkeerd. Maar even aan de wandel. Komen bij het winkeltje in Poenda, waar ze dus twee keer per week, deze maand in ieder geval, een inloopworkshop hebben. We hebben allemaal onze chichi mogen uitkiezen. Dit is die van mij. En dan Keetje. Voor jou. Een blauwe. Een blauwe. Moeders heeft gekozen voor de dikke dame met krulspel. Ik heb oma uitgekozen. En jij, Joey? Ik liep ook altijd met krulspel. En rode. De Chichi is namelijk de oudste zus van het gezin. Zij zorgt voor de kleine broertjes en zusjes. En jij? Dus we gaan hem nu zelf schilderen in principe. En ik heb besloten dat ik hier een heel leuk zeemerminnetje van ga maken. Dus we gaan kijken hoe dat gaat. Zal ik er een Mickey Mouse op maken? Nee, een zeemerminnetje, dat wordt hem. Oké, ik heb geen idee hoe lang we al bezig zijn. Ik gok een half uurtje zoiets. En dit is een beetje het resultaat tot nu toe. Het is een mermaid-achtig met dingen. Moeten nog schelpjes worden. Ik ben in ieder geval klaar met mijn chichi. Daar is ze. Kleine semi-min inspired. We moeten even wachten tot ze droog zijn en dan krijgen we ze mee. Ja, daar zijn we weer. Het is ondertussen woensdag. Ik ben weer lekker een dagje vrij. En we hadden besloten om heerlijk te gaan relaxen bij Santa Barbara. Ik was er ook nog nooit geweest. Het ligt een beetje aan de oostkant van het eiland. We zijn binnengekomen en hebben een mooi polsbandje gekregen. We hebben de auto geparkeerd en nu gaan we even kijken hoe we in hemelsnaam op het strand komen. Ja, eens even kijken hoe het er hier uitziet. Hebben we er zin in? Yay! Oh wauw, super enthousiast. Wauw, kijk. We moesten de lift zoeken en daarna naar beneden. Oeh, en naar beneden. Kijk die kleur van de lift. Kijk hoe grappig. Hey, we zijn weer. Dus we gaan naar beach. We doen de hele auto. Ja, hè? Hele rare lift.
naar bijna naar beneden. En dan bent hij op de naar de B van bijna naar beneden. Ja, ja. Dus dat is zei hij. Grappig. Nou, voor die luxe moest wel een airbus nemen. We zijn bijna naar bijna beneden. We zijn bijna beneden. Tijd gevlogd en blijkbaar heb ik niet op play gedrukt, dus ik zal het nog een keer zeggen. We zijn aangekomen bij Santa Barbara. Ondertussen sta ik al in mijn badpakje. Het is echt verschrikkelijk heet, maar het is best wel mooi. Mooi wit strandje, lekker rustig. Het water is een beetje afgezet. Dat er misschien geen boten en zo deze kant op varen, ik heb geen idee. Het water is wel heel erg helder. Nou, gaan we eens kijken. Jongens, je gaat het niet geloven, maar ik sta dus serieus in het water. Yeah. Oké. Okay. Net tot mijn kuiten, verder gaan we niet. Oh nee. Maar het is een hele accomplishment, hoe zeg je dat in het Nederlands? Overwinning. Applaus voor Chrissy. Drijft hier van alles in het water, ik vind het wel een beetje vies, dus... Hey. Oh. Trouwens, echt een heel erg leuk plekje. Ik film het even met mijn telefoon, want ik weet dat die... ga ik liever mee in het water dan met mijn camera. Maar het is gewoon lekker rustig. Het is schoon. Er is een soort van mini-baai gemaakt. Het is best wel lekker. Er is gewoon bediening. Je krijgt lekker te eten, lekker te drinken. Heerlijk zo. Wij genieten nog even verder. Dus, Keetje, zeg het eens. Dus je moet 10 seconden op een hurken in het water zetten. Ja. Oké, dan moet je altijd van alles kijken. 3, 2, 1. Nee, 4, 5, 6. Zit er maar veel naast. 9, 10. Er zit zand in mijn kom. Maar je zat niet met je knieën op het zand. Oh, ja. Nee, dat ga ik echt niet doen, dat vind ik vies. Je moet toch altijd van haar wat proeven? Ja. Leuk hè? Oké. Ja, ik moet dus niet op mijn heuken, maar op mijn knieën. Op je knieën. Moments later. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Applaus, 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 applaus. Keetje, heeft ze het goed gedaan? Ja. Als je vaker mijn vlogs kijkt, dan weet je dit van mij. Maar als het de eerste keer is dat je kijkt, dan weet je dat ik dus helemaal niet de zee in ga. Dat ik dat helemaal niet fijn vind. Net zoals dat mensen hoogtevrees hebben, heb ik zeevrees. Geef het een woord. Anyway, ik ben er weer in geweest. Vond het helemaal mooi. Gaan heel eventjes douchen hier. Beetje de water en... Ah! Oh, moet je dat vast blijven houden? Zie je, ik kom nooit op het strand. Ik weet ook helemaal niet hoe zo'n douche werkt. En ik zit nou dus helemaal onder het zand. Chrissy onder de douche. Dat zie je ook niet in iedere vlog. Oh ja, dat is wel echt ijskoud, by the way. Maar lekker. Dus zeewater afspoelen. Helemaal goed zo. Ja, echt een lekker strandje. Lekker rustig. Het water is makkelijk in te lopen. Dus ook voor angsthaasten zoals ik redelijk te doen. Er is een douche op het strand aanwezig. Er is een barretje op het strand aanwezig. Er is bediening. Ik denk dat ik hier wel vaker ga komen. En nu gaan we eventjes een hapje eten. En dat gaan we doen bij City Beach. Gewoon lekker pizza eten. Dus let's go with the flow. Oh. God. Een meter pizza. Hoe dan? Oh mijn god. Hij is ook echt groot.
Als we... Alleen bij CDBJ die eet, hè? Dankie. Ja, dit gaan we dus zo eten, jongens. Ik denk dat we inderdaad een stukje meenemen naar huis. Stukje, stukje veel. Oké, dus we hebben dus een meter pizza, zoals je net zag op het filmpje. En nou, aanvallen we dan maar, hè? Woe! Oeh, lekker. Ik wil wel een stukje vegetarisch beginnen met het hoekje. Yummy. Oeh, lekker mushrooms. Is warm. Het is nog warm. Vetjes. Wacht, wat is wat? Vegetarisch, salami, quattro formaggi en nog een keer salami. Oké. Oh, my gosh. Lekker. Nou, gaat wel lekker zo, hè, jongens? Blijft niks van over. Zo, nu in het licht zie je pas... Nou, dat is een beetje bijgebruind. Anyway, wij zijn ondertussen weer thuisgekomen. Ja. Ja. Heb je dat zo gemist vandaag? Kom eens kijken. Hallo mensen, lang niet gezien. Ik ben Mufasa. En volgende week zit ik ook in de vlog. Ja, zeg maar. Volgende week zit je in de vlog. Yes. We zitten op het einde van de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dat jullie het leuk vonden. Het was wat langer dit keer. Ik weet dat jullie daarna vroegen... Daarna gevraagd hebben. Anyway. Vond je het nou leuk? Druk eventjes op het duimpje hier beneden. En ben je nieuw op mijn kanaal? Hieronder kan je op abonneren klikken. En dan worden we YouTube vriendjes. Yes. Volgende week heb ik weer een hele leuke vlog voor jullie. Samen met Mufasa weer. En dan wens ik jullie voor nu een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Doei. 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 Doei.